Indonesische ondernemersdelegatie keert tevreden huiswaarts. Een Indonesische ondernemersdelegatie die voor een week in ons land vertoefde en gesprekken heeft gevoerd met Surinaamse partners, keert tevreden huiswaarts. Op maandag 11 maart bracht de groep een bezoek aan minister Gilmore Hoofdraad van Financiën, waarbij besproken werd welke mogelijkheden er voor beide landen bestaan. Aan het Nationaal Informatieinstituut zegt de bewindsman dat de regering een sterke Zuid-Zuid-relatie propageert. Een uitstekende relatie is met China en India opgebouwd. Nu wordt getracht via de goede betrekkingen met Indonesië potentiële investeerders aan te trekken. Indonesië is een groot land met bijkans 260 miljoen inwoners met heel veel ervaring op diverse gebieden, zoals industrie, landbouw en mijnbouw. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.